gesleden de natie. Zelfs de Verenigde Naties beginnen nu te spreken over het basisinkomen in het kader van mensenrechten. Dus we zijn echt dichterbij aan het komen, mensen. De volgende spreker is Bert Veenstra, die namens zichzelf op de toch een beetje namens de PvdA op het podium komt. Bert. Beste mensen, ik spreek hier inderdaad eerst op persoonlijke titel en daarna ook nog naast de groep van Partij van de Arbeid die zich basiszekerheid noemt. Wereldwijd en ook in Nederland zijn er grote problemen die moeten echt worden opgelost. Wereldwijd, ik heb net al gezegd, 2,7 miljoen mensen leven in de armoede. In Nederland 1 miljoen en nog eens 1 miljoen op de rand daarvan. 1 op de 10 kinderen in ons land gaat met honger naar school. Ongelijkheid in inkomen neemt nog altijd toe. We hebben dat nu ook weer gezien met Prinsjesdag. Inkomen en vermogen zou eerlijker verdeeld moeten worden. De rijkste 1% van alle mensen bezit 50% van alle vermogen. 42 mensen op deze planeet bezitten evenveel geld als de armste 3,7 miljard. Veel mensen, heb ik het weer over Nederland, kunnen geen woning vinden. Lange wachtlijsten. Talloze hebben gelukkig wel een huis, maar betalen een veel te hoge huur ten opzichte van hun inkomen. Het systeem van toeslagen en sommige fiscale kortingen, die werken niet goed. Het terugbetaaldrama kennen we allemaal en het leidt tot een armoedeval. Werken loont niet. Nou, basisinkomen en alles wat erop lijkt, zou een heel goed idee zijn, ook als je ziet wat we nu doen in tijden van corona. Ik beroep me ook op de grondwet, artikel 20 en het manifest van de universele rechten van de mens. Hierin staat dat de overheid moet zorgen voor een fatsoenlijk bestaan. En uiteraard is dit nadrukkelijk vermeld ook in het manifest van de Partij van de Arbeid. Dus daar ben ik dan nu gekomen. Hoe zit de Partij van de Arbeid erin? De netwerkgroep die hebben we opgericht in de Partij van de Arbeid met eigenlijk door de motie van Hans Lindeyer. Hij is hier ook. In 2018. Die motie die luidde, red de Partij van de Arbeid, kies voor een basisinkomen. Daarom hebben wij... Dank u wel. Daarom hebben wij die netwerkgroep opgericht en we hebben een projectgroep gevormd. En die projectgroep heeft aanbevelingen gedaan naar de verkiezingsprogrammacommissie van Partij van de Arbeid. De conclusie die is ingediend voor nu, daar ben ik wel teleurgesteld over. Want het basisinkomen wordt nog niet helemaal als een betaalbare, breed aanvaarde manier gezien om bestaanszekerheid te garanderen. Maar er staan ook heel veel voordelen in dat rapport en die zijn aan de verkiezingsprogrammacommissie meegegeven. En de voordelen die zijn, is al genoemd, emancipatie, zelfontplooiing vanuit gelijkwaardigheid. En ook om mensen, heel belangrijk, eigen regie te geven. Dat wordt zeker ook door de Partij van de Arbeid onderkend. Het ingewikkelde toeslagensysteem en allerlei sociale regelingen, die kunnen op de schop, die kunnen we vervangen. Bureaucratie. Toetsing, controle, nou, daar hebben we de buik van vol. Het basisinkomen kan mensen in één klap economisch zelfstandig maken. Het rapport heeft ook adviezen opgeleverd aan Partij van de Arbeid. En dat zijn fundamentele systeemveranderingen. Die kunnen ook als stappen worden gezien op weg naar een basisinkomen. En ik zal ze noemen. Verhoog het sociaal minimum structureel. Doe dat op basis van de Europese armoedegrens. 1325 euro per maand. En dat is maar liefst 1/3 hoger dan nu onze armzalige bijstand. Individualiseer die bijstand ook. En schrap die kostenstekersnorm. En laat mensen die bijstand ook bijverdienen. Sorry. Herwaardeer sociale werkvoorziening. Garandeer beschut werk. En laat nieuwe instroom ook toe bij die sociale leerwerkbedrijven. En
breek met de participatiewet. Voorkom uitzichtloze schulden, zet in op preventie, educatie, vroegsignalering en pak het verdienmodel. Kom nog twee. Ik heb hele goede adviezen aan Partij van de Arbeid en stappen op weg naar het basisinkomen. Verklein de kloof tussen minimumloon en loonontwikkeling. Moderniseer het wettelijk minimumloon. Ga uit van een minimumuurloon in plaats van een weekloon en koppel dit ook aan het gemiddelde uurloon. Dan, in combinatie daarmee, verlaag de belastingdruk voor alle inkomens tot modaal. Dat is de groep die afhankelijk is van toeslagen in dit land. Dat zijn 5 miljoen mensen. Verlaag de laagste belastingschijf en creëer ook een nieuw toptarief. Introduceer ook graag een heffingskorting voor lage inkomens om werkende mensen aan een fatsoenlijk inkomen te helpen. Allemaal overeenkomstig ook die grondwet van ons. Dit kunnen eerste stappen zijn naar een toekomstig basisinkomen. Het basisinkomen is voor PvdA op langere termijn een interessant concept om ruim baat te geven aan onze waarden. Vrijheid, emancipatie en autonomie voor ieder individu. Hoe gaan we dat nou doen? Ook bij Partij van de Arbeid. Je kunt invloed uitoefenen. Bijvoorbeeld door lid te worden van de Partij van de Arbeid. En dan kun je digitaal stemmen op moties en amendementen om het basisinkomen in het programma te krijgen. En dit jaar komt dat verkiezingsprogramma op de markt in concept. En we hebben nog tot aan het congres volgend jaar om zeg maar wijzigingen daarin aan te brengen. Nou, tot slot. Wil je meepraten over voorstellen? Woensdag 30 september organiseert Partij van de Arbeid een webinar, een videogesprek waar je aan mee kunt doen. Houd in de gaten en geef je op om de uitkomsten van dit advies, de uitdagingen en ook hoe het verder moet met elkaar te bespreken. Wees daarbij van harte welkom. Dank u wel. Dankjewel, Bert. Dan gaan we door naar D66. Namens D66 komt Emiel Althuis vertellen hoe het ervoor staat. Goedemiddag. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Dat is het motto waarmee D66 de verkiezingen van volgend jaar ingaat. Hoe past dat niet goed bij het basisinkomen? Laat iedereen vrij. Het is al een aantal keren gezegd. Ik zeg het nog een keer, die basis van bestaanszekerheid die wij iedereen willen bieden, geeft een enorme vrijheid. Vrijheid in meerdere opzichten. Ten opzichte van je werkgever, je kunt kiezen of je betaalt of onbetaald werk. Het maakt je ook vrijer in je relaties naar iedereen toe. Het is een zegen. Maar dat weten jullie allemaal wel, ik heb wat diverse spreken gehoord. En ik heb het idee dat iedereen die hier staat daar wel achter staat. Maar het is ook iets waar D66 voor staat. Sociaal-liberaal zijn. Liberaal dat staat voor vrij. Vrijheid om je eigen keuzes te maken. Vrijheid om de regie in je eigen leven op te nemen. Dat is dat één aspect. Maar laat niemand vallen. Eerlijk gezegd is dat voor mij nog belangrijker. Hè? Er zullen altijd mensen zijn die om wat voor reden dan ook buiten de boot vallen. Die niet in staat zijn om zelf een inkomen te verwerken. En dat is op zich helemaal niet erg. Maar wij moeten wel voor die mensen zorgen. Beter dan we nu doen. Nu geven we ze een bijstand en kunnen ze uit een enorme reeks sub-60 verschillende toeslagen en andere vormen van bijstand kunnen ze kiezen of eigenlijk moeten ze zoeken om op een redelijk inkomen te komen. Dat is onaanvaardbaar. Oké, hoe staan wij er nu voor binnen D66? Morgen wordt ons concept verkiezingsprogramma gepubliceerd. Daar zal het basisinkomen helaas nog niet in staan. Maar We zijn er nog niet. Wellicht hebben jullie ook al gezien dat we wel die kant op schuiven. Nog niet zo snel als ik persoonlijk zou willen, maar het gaat wel die kant op. In juni heeft onze Tweede Kamerfractie een plan gelanceerd om alle toeslagen te vervangen. Het is absoluut nog geen basisinkomen, maar het is wel de methodiek van het basisinkomen. En het haalt wel al die ellende met al die toeslagen haalt het in één keer weg. Ik beschouw dat als een stap in de goede richting. Maar het is een kleine stap en er moeten meer stappen volgen. We hebben binnen D66 een werkgroep die heet Deel de Welvaart. Zullen jullie er meer van willen weten, deeldewelvaart.nl. Er zijn een heleboel D66'ers die zich bezighouden
met op een eerlijke manier een rechtvaardig inkomen te verdelen op alle mogelijke vlakken. Basisinkomen is een speerpunt van deze werkgroep. Vanaf morgen, als wij het conceptverkiezingsprogramma hebben gezien, gaan wij ons plan indienen om basisinkomen in het verkiezingsprogramma te krijgen. Het is al helemaal uitgewerkt. Het is een 2-pagina lang verhaal waarin staat, wij moeten dat basisinkomen hebben. Misschien moet het stapsgewijs, omdat het een mega operatie is die je niet in 4 jaar kan afronden. Maar wij willen wel dat het in het verkiezingsprogramma komt en we willen dat het in het regeerakkoord komt. Nou zijn wij een partij die regeringsverantwoordelijkheid neemt en ongetwijfeld ook in de komende kabinetsperiode ook weer zal nemen. Zij het over links of over rechts. Wij willen gewoon daarbij zijn en we willen onze punten naar voren brengen. Maar het is wel van belang dat een partij die regeringsverantwoordelijkheid neemt, dat die het in zijn verkiezingsprogramma staat. Daarom moeten wij de komende, en we hebben nog 2 maanden de tijd om amendementen in te dienen. Ja, en Bert zei het al namens de Partij van de Arbeid, maar ik zeg het namens D66. Als iedereen die hier staat nu lid wordt, en dan mag hij meestemmen. We hebben een hele directe vorm van democratie. Dan kun je nu meestemmen over het amendement basisinkomen waarin gewoon staat dat wij het basisinkomen willen. Maar moet je wel nu snel lid worden als je dat nog niet kent. Dan wil ik afsluiten met het volgende. Zoals ik al zei, laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Ik denk dat dit motto eigenlijk ook een leuze namens ons kan zijn. Kort en krachtig, dit is echt waar we voor moeten gaan. Wij gaan ervoor strijden binnen D66. En nogmaals, het pleit is nog niet, we hebben het nog niet gewonnen. Maar het gaat gebeuren, zoals een eerdere spreker ook al zei, het is absoluut onvermijdelijk. En ik hoop, en dat zeg ik tegen mijn collega's binnen D66, laten wij in vredesnaam de eerste zijn die het in ons verkiezingsprogramma hebben. Ik bedoel, laten we ons als voorloper profileren als innovatieve partij. Wij moeten in november, dan is ons congres, dan moet het er gewoon in komen te staan. Nou, ik hoop jullie daarna ook weer een keer te spreken en dan mag je mij erop aanspreken van God, het is toch niet gelukt. Of je mag me feliciteren, het is wel gelukt. Hoe dan ook, het moet er gewoon in. Nogmaals, ik sluit af. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Laten we daarvoor gaan. Dankjewel, Emiel. Inmiddels is Robin HB, alias Bruisje, gearriveerd van Extinction Rebellion. Graag een applaus voor haar. Hallo allemaal. Ik ben een beetje last minute aan het invallen voor iemand anders. Dus het is een beetje half geïmproviseerd. Ik hoop dat oké is. Ben ik goed hoorbaar voor iedereen? Nee? Harder! Oké, nou, ik ben dus Robin van Extinction Rebellion. Ik ben filosoof, kapper, docent in opleiding en dus activist. En wij steunen het initiatief voor basisinkomen van harte. Want al jarenlang wordt de publieke sector uitgehold. Cultuur, onderwijs, openbaar vervoer, alles wordt geprivatiseerd. De armoede wordt groter, de dakloosheid is schrijnend. Mensen worden bang gemaakt met het idee dat ze dakloos zullen raken als ze zich niet laten uitbuiten. Daarom zien ze geen andere keuze. Uitbuiting van mens en natuur is mogelijk omdat mensen geen andere uitweg zien. Ze moeten werken in vervuilende industrieën. Maar als er een basisinkomen komt, zullen mensen zinvoller werk gaan doen en ook hun zinvolle werk blijven doen. Dat zien we. Dat zien we omdat heel veel mensen in Nederland, en ook de hele wereld natuurlijk, zich vrijwillig inzetten voor de maatschappij. Zonder daar 1 cent voor te krijgen. Wij als activisten weten dat natuurlijk ook donders goed. Wij worden ook niet betaald, ondanks de verhalen die rondspoken op rechtse media. Wij worden niet betaald. En juist door een basisinkomen kunnen mensen loskomen uit bullshitbanen die hen vasthouden in een kantoor en ergens in een achterkamertje en waardoor ze eigenlijk geen zinvol gevoel hebben van hun leven. Als ik een basisinkomen zou krijgen, zou ik nog steeds mensen hun haar knippen, maar zonder daar geld voor te vragen.
nog steeds blijven actie voeren, maar dan zonder stress voor mijn financiële bestaan. Ik zou nog steeds les willen geven, maar zonder dat scholen daar financieel onderdoor aan moeten gaan. En ook voor de transitie naar een ecologisch houdbare samenleving is een basisinkomen broodnodig. Mensen in vervuilende industrieën zullen hun banen verliezen, maar krijgen dan de ruimte om opnieuw uit te vinden wat ze willen doen. Mensen kunnen daardoor een veel vervullender leven leiden en zich inzetten voor lokale initiatieven van natuurherstel. Mensen kunnen zich verdiepen in de politieke realiteit. En wij als XR vinden het ook heel belangrijk dat burgers beslissen. Dat is onze derde eis. En we willen gewoon dat de democratie een update krijgt en dat er een burgerberaad komt. Daarom stonden we gisteren op de Zuidas, het gebroken financiële hart van ons land. Daar hebben we een straat geblokkeerd om onze boodschap duidelijk te maken. Mochten jullie nog verder geïnteresseerd zijn in wat wij doen, hierachter hebben wij een kamp opgezet waar allemaal activiteiten zijn, flyers, informatie. Voel je ook welkom om wat meer te leren over onze beweging. Dat was het. Dankjewel, Bruis. Ja, en dat de milieubeweging en de basisinkomen hand in hand gaan, blijkt ook uit dat Extinction Rebellion ook sprekers uit de basisinkomenbeweging heeft uitgenodigd om vanavond te spreken. Dan gaan we door naar een nieuwe partij, De Basis. Mag ik uitnodigen Dennis Rosenbouw. Hartelijk dank. Ben ik trouwens goed verstaanbaar zo? Opbeten. Hartelijk dank dat ik hier mag spreken. Super fijn. Het is fantastisch om te zien dat er zoveel mensen zijn die zich inzetten voor het basisinkomen. Het is ook prachtig om te zien dat er zoveel politieke partijen zijn die zich inzetten voor een vorm van het basisinkomen. Een vorm van het basisinkomen, dat maakt echter niet het verschil. Zoals het nu neer wordt gezet, is het soms slechts de vervanger van de bijstand. We moeten ervoor waken dat dit niet gebeurt. De kracht van het basisinkomen zit hem in het veranderen van het huidige systeem. Dat hebben we al eerder gehoord. Het huidige systeem is ingevuld met veel wantrouwen. We moeten ons verantwoorden als we geen werk hebben of als we ziek zijn. Hier zit ontzettend veel onnodige tijd, rompslomp en administratie. En dit kost momenteel alleen maar geld, terwijl het niets oplevert. Ik heb juist ontzettend veel vertrouwen in de mens. Ik denk dat als de basis op orde is, als we eten hebben, als we onderdak hebben, veiligheid, gezondheid, dat we dan juist streven naar een beter land en een beter leven. Het huidige systeem houdt ons tegen. Het huidige systeem is er een waarbij wij ons moeten verantwoorden en dat is constant. Daarom moeten we ook niet inzetten voor een basisinkomen van slechts 500 euro per maand. We moeten gaan voor een leefbaar basisinkomen. Eentje die ons voorziet in die basis. Dankjewel. Wij staan voor een basisinkomen van 33.000 euro per jaar. Dat is nogal veel, maar we hebben het doorgerekend en het is te financieren. Het is nu de tijd om het basisinkomen serieus op de politieke agenda te zetten. Toch, en dat is iets anders dan wat Norbert net zei, ik vind het basisinkomen is een middel en het is geen doel aan zich. En wij als politieke partij staan dan ook voor de basis. Terug naar de basis. Dat betekent dat we ons leven duurzamer kunnen inzetten. Zodat we een prachtig milieu neerzetten voor nu, maar ook voor later. Terug naar de basis betekent ook dat de overheid in het onderwijs bijvoorbeeld weggaat. Zodat het geld weer naar de leerkracht kan. Middels een basisinkomen. Terug naar de basis gaat ook over het hebben van een stem. De
daarom staan wij voor een directe democratie. Al deze zaken worden niet ondervangen door een basisinkomen aan zich, maar wel degelijk door een visie. Een visie als terug naar de basis. Om deze visie neer te zetten, willen wij graag meedoen aan de verkiezingen. En daarvoor hebben we ook jullie hulp voor nodig. Er zijn al wat gevraagd of er leden misschien zich willen aansluiten bij andere partijen. Sluit je ook zeker aan bij ons. Zo kunnen we namelijk samen van het basisinkomen een basisbegrip maken in Nederland. Hartelijk dank. De basis. De basis. Nou, de beste tip is dus, word lid van alle partijen. En maak je helemaal gek met al die amendementen, zodat het gewoon in die partijprogramma's komt. Dat is op nationaal niveau. Op Europees niveau start er volgende week een Europees...